Ik wil graag beginnen met een brief. Hallo engelen. Wij hadden voor ons werkstuk over licht gelezen dat wij, als we sneller zouden gaan, de tijd konden verslaan. Klopt dit? Wij zouden namelijk graag teruggaan naar de dag dat onze moeder, vlak voor wij geboren werden, naar het fototoestel lachte. En we dachten, als we nou een heel slim prisma maken, kunnen we het spoor van licht misschien vanuit het lijstje pijlsnel terug de tijd inrichten. En dan reizen wij het stiekem achterna. Wij begrijpen dat het logisch ingewikkeld is om het verleden om te buigen. Maar wij zouden het al heel tof vinden haar even in 3D op ware grootte te bekijken. Of vermomd als zuchtje wind haar wangen aan te raken. En te weten of haar haren echt naar dennenbomen ruiken. Als wij beloven dat we alles daarna verder laten gaan zoals het is gelopen, kunt u ons dan zeggen hoe we aan de juiste lenzen kunnen komen? Het volgende gedicht gaat over mijn beste vriendin, Joanne. Joanne is naar het rivierenland gegaan om wakker te worden naast mannen met zachte geest in de keel en dan de strepen te bewonderen die ze in vergeten nachten met haar blauw gelakte nagels op hun bukkelige ruggen tekenen. Dat was tenminste wat ze deed. Plannen volgen was nooit echt haar ding geweest. Haar kwaliteiten lagen in het vlees en bloed van haar bedgenoten, vond ook de moeder van Joanne. In het rivierenland maakte zij dingen mee waarover wij aan zee alleen maar dromen of nachtmerries kunnen verzamelen. Als water in een doorgeroeste pan. Maar wie Joanne kent, weet wel beter dan haar met keukengerei te vergelijken. Zij is uit de grot geweest en alleen haar buitenkant is thuisgekomen. Het laatste gedicht is eigenlijk een animatiefilm, maar omdat ik niet kan tekenen, heb ik het opgeschreven. Een man ligt op zijn sterfbed. Naast hem zit zijn vrouw, die zijn hand vasthoudt. Als de avond valt, besluit de man zijn laatste adem uit te blazen. Dan staat de ziel van de man uit zijn overleden lichaam op en loopt, op de voet gevolgd door zijn vrouw, die voelde hoe de ziel haar hand losliet, de kamer uit, de deur door, de trap op naar de zolder en daarna de uitgeklapte ladder van de vliering op. Daar stapt hij op een stapel tenten, dekens en opgevouwen kampeerstoelen, opent het raam in de afgeplatte nok van het dak en klimt naar buiten. De vrouw steekt haar hoofd uit het raam en kijkt hoe hij even op het dak blijft staan met zijn handen in zijn zakken. Nog één keer om zich heen kijkt en ze bestijgt. Hoewel ze iets dikker is dan de ziel van haar man, lukt het de vrouw zich door het raam het dak op te hijsen. Daar gaat ze op haar rug liggen en kijkt hem na. Een zwak lichtgevende vlek in de vorm van een mens. Hij krimpt en krimpt en dan is hij weg. Er staat een koude wind. Dank u wel.